zijn dus drie ouderenbonden in Almelo. Zeg maar de KBO, de katholieke, de PCOB, de protestant-christelijke en de algemene, de OVA. Die zit samen in de COSBO. En wij vallen dus onder de COSBO en daarin organiseren wij deze zomerschool. Het is vanmiddag prachtig mooi weer. En iedereen doet het ook allemaal, ze doen het allemaal samen. Nou, de sfeer is hartstikke goed. Ik heb gehoord dat je, als je geen lid bent van een van die clubs, toch met de zomerschool mee kunt doen. Ja, iedereen kan dus meedoen. De bedoeling is namelijk ook dat wij met name senioren, die dus in de vakantietijd vaak thuis zitten, alleen zijn, niks te doen hebben omdat kinderen les zijn en noem maar op. Hebben we dus gewoon een activiteit waar ze dus aan mee kunnen doen. En dat doen we dus 2 weken lang. We hebben elke dag 2 activiteiten. We hebben totaal 20 activiteiten. En de afsluiting is 31 augustus. En dat doen we in de bibliotheek. En lang niet iedereen komt daar hoor, maar aan deze activiteiten doen veel mensen mee. We hebben namelijk, voor dit jaar hadden we ruim 500 inschrijvingen. Iedereen die wil, die kan meedoen. Heel veel mensen die hebben toch, ja, dat ze een beetje bang zijn van om dat te gaan doen. Maar op deze manier, zoals nu vanmiddag ook, iedereen leert elkaar weer kennen. En ja, de gezelligheid is heel belangrijk. Nou, mensen van de bonden die betalen dus €5. En mensen die dus geen lid zijn, die betalen €7. Maar vanmiddag krijg je dus daar de golven voor. En je krijgt daarnaast ook koffie met iets lekkers erbij. En dan hebben we alle middagen en elke ochtend dan hebben we dat. Ik moet wel zeggen, we hebben er enorm veel plezier aan. Ook de werkgroep zelf. Maar het is ook aan u te zien dat u er veel plezier in hebt. En dat vind ik heel erg geweldig. Ja, ja. Ja, goed. Als je dit werk doet, moet je het toch van jouzelf afstralen, vind ik. Ja, vind ik ook. En dat probeer ik ook altijd de werkgroep tegen de werkgroep te zeggen. Van, jongens, luister eens, wij doen het voor een ander. Maar je moet er iets van jezelf ingooien. Als je dat niet doet, je kunt het niet van afstand doen. Nee. Je moet van iets van jezelf zijn. En nou, dat lukt, dacht ik, over het algemeen aardig. En wat dat betreft moet ik eerlijk zeggen, we hebben ook een geweldige mooie groep. Graag even bij elkaar blijven staan. En met heel veel punten. Dankjewel. Even bij elkaar. Ik heb het niet. 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 Ik he